Hallo allemaal. Kijk eens wat leuk. En ook mijn vriendinnetje. Van linker van de raad, van binnen van waterschap, vallei en Veluwe. Hoi Krabbel. Wat een vies weer. De hele straat lijkt wel een sloot. Ik kan er samen met mijn vrienden helemaal niet spelen. En we kunnen er zelfs ziek van worden. Gelukkig hebben wij met de Raad van Kinderen hier iets op bedacht. Bij het waterschap vinden wij het klimaat erg belangrijk. En samen met de gemeente doen wij er alles aan om al het water op een goede manier weg te laten lopen. Maar dat kunnen wij niet alleen. Nienke zit in de Raad van Kinderen van Waterschap Vallei en Veluwe. Zij heeft samen met haar schoolvrienden veel goede oplossingen bedacht. Zoals het groene dak. Hier bedoelen we een dak mee dat is bedekt met planten en kruiden. Waardoor het dak er gezellig en groen uitziet. Hiernaast heeft het groene dak veel meer functies. Zo vangt het dak water op, zodat er minder water het riool instroomt en blijft het huis lekker koel. Eigenlijk best gek hè, dat er nog maar zo weinig groene daken zijn. Het ziet er zo vrolijk uit en er komen allerlei leuke dieren op af. En je helpt het klimaat er ook nog mee. Vanuit de gemeente Apeldoorn zijn we trots op de kinderen en enthousiast om Apeldoorn groener en klimaatbestendiger te maken. We hopen in de toekomst vaker met de kinderen samen te kunnen werken om mensen te laten inzien dat we samen Apeldoorn voorbereiden op een gezonde leefomgeving en een mooie toekomst. Oh ja, en in je tuin kan je ook van alles doen om het water beter te gebruiken en weg te laten stromen. Ontdek er alles over op de website van het waterschap. Bent u inmiddels net zo enthousiast geworden als de kinderen uit Apeldoorn? Ga dan zelf aan de slag. Bekijk hoe je zelf een groen dak op je huis, schuur of kantoor maakt.